stappen maken. Dus dat is ook een. En wij geloven dat het Baha'i geloof nu op dit moment eigenlijk een medicijn is voor de wereld. Juist nu gaat het zo slecht. En daarom geloven wij is het juist Baha'i geloof gekomen. Om daar juist een oplossing voor te bieden. Als je dan alles leest en alles ziet, dan is het eigenlijk alleen maar logisch. Ik ben Niels Toners, ik ben 24 jaar. Ik studeer marketing en communicatie. Ik heb ook samen met een vriend van mij een eigen filmbedrijfje. Daar maken we bedrijfsfilmpjes, bruiloftreportages. En ik ben Baha'i. Alles klaar? Ja. Kunnen we er gewoon naar kijken? Kunnen we alles uit? Ja. Ja. Okay. Ja? En Glory is daar? Ja. Oké. Okay. Ja. De hond is thuis. Toen ik 1 was, toen werd mijn moeder Baha'i. En ik zag altijd al een verschil met soort met andere moeders. Auto's, hè? Ja, pen zo? Nee, nog iets verder. Nog iets? Mijn moeder bijvoorbeeld dronk geen alcohol. Mijn moeder probeerde echt met iedereen om te gaan. We probeerden echt liefdevol naar iedereen te zijn. En dat bij andere ouders of andere kinderen was dat soms wat minder, dat echt oprechte. En dat, ja, meer een verborgen agenda vaak. En dan echt dat oprechte. En dat is eigenlijk wat ik vooral van mijn moeder heb geleerd. Ik ben Pim Toners. Ik ben geboren in Veldhoven. Ik ben 22 jaar oud. Ik studeer International Law. Ik ben ook Baha'i. En het begon allemaal eigenlijk toen ik een boek las over de geschiedenis van het Baha'i-geloof. En toen vond ik die geschiedenis zo mooi dat ik juist heel veel interesse kreeg. Ook al ben je door Baha'i-ouders dan opgevoed, dan moet je zelf eigenlijk onderzoek doen wat is nou het Baha'i-geloof. Maar je mag niet zomaar blind volgen. Dus ik heb zelf eigenlijk pas toen ik 20 jaar werd, dus 2 jaar geleden, heb ik pas officieel ingeschreven. In het Baha'i-geloof is aanbidding heel erg belangrijk. En huizen van aanbidding. En in Frankfurt staat er 1 huis van aanbidding. En wereldwijd staat op elk continent staat 1 huis van aanbidding. En voor Europa is dat Frankfurt. Goedemorgen. Ja. Hoi. Lekker geslapen. Gaat het beter? Ja, ik heb goed geslapen. Nice. Henk heeft wel een verhaal te vertellen, want nou weet ik het. Ja, Henk. Wat is er gebeurd? Snurk. Ik heb zo lang snurk. Ja, oh, nou. 36 jaar huwelijk, komen we eindelijk achter dat mama sneeuw. Nee. Oh, en ik heb er niks van gemerkt. Nee, de buren wel, maar jij niet, nee. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Hebben jullie lekker geslapen? Ja. Ja? Kom erbij zitten. Ja. Zullen we even over hoe we het vandaag gaan doen? Ja. Dan worden ze, als het goed is, worden we ontvangen, door die mensen. Ja. Daar. En dan kunnen we meteen even naar de tempel gaan. Ja. Misschien een uurtje even bidden. Ja, ja. Dat is goed. En dan naar de boekshop. Ja. De principes van Baha'i geloof zijn de eenheid van God, eenheid van de mensheid, gelijkwaardigheid van man en vrouw, het elimineren van rijk en armoede, educatie voor iedereen, religie en wetenschap moeten hand in hand gaan. En vooral ook je morele waardes ontwikkelen. Laten we naar ontbijt gaan. Baha'i geloof is een wereldreligie met als grootste doel wereldvrede en wereldeenheid creëren. We geloven in 1 God. We geloven dat het hetzelfde God is als de christenen, als de islam, als het jodendom. Maar we geloven in progressieve openbaring. Dus dat er van tijd tot tijd komen de boodschappers naar aarde. Dus 2000 jaar geleden was dat Christus. 1200 jaar geleden was dat Mohammed. En nu is dat Baha'u'llah. Wij geloven dat dat een manifestatie van God is of een profeet. En hij is opgegroeid in Iran. Toen hij eigenlijk zich manifesteerde als ik heb een nieuwe religie geopenbaard. Toen had hij eigenlijk heel veel weerstand kwam van de regering in Iran. En hij heeft een heel moeilijk leven gehad. Met heel veel verbanningen. O gij, die de Heer alle namen zijt en de maker der hemelen.
ik smeek u. Heel veel Baha'is werden gemarteld en langzamerhand is hij op een gegeven moment verbannen en uiteindelijk in Israël beland. En daar is hij ook begraven, in Akka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enerzijds lijkt het op de islam, omdat het komt eigenlijk een soort van voor uit de islam. Net zoals eigenlijk het christendom eigenlijk een soort van voorkomt uit het jodendom. Dus het Baha'i-geloof, je kunt het heel kort door de bocht zien als een opvolger van de islam. En erkent hetgeen de bewoners van het Allerhoogste Paradijs. En zij die uw macht en troon omringen erkennen. De keuze uit 3 verplichte gebeden in het Baha'i-geloof. Daarna nog eens om te zeggen 95 keer Allahu Akbar. Dat betekent God is de Alglorierijk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar. Ja, het geeft me elke keer heel veel rust en ik verbind me echt met God. Ik haal eigenlijk het goede in mij naar boven. Dat is wat het vaak met mij doet. Zo anders dan deze zoon. Ja. Zo dan naar binnen gaan. Deze tempel wat hier staat, is eigenlijk een tempel voor de gemeenschap. En ik kan eigenlijk met elkaar gebeden zeggen. En voor mij persoonlijk is het een hele mooie plek, want deze plek is heel rustig. Die rust is heel belangrijk, want dan kun je heel goed eigenlijk reflecteren over wat zeg je nou in je gebeden, wat doe je nou per dag. Dus eigenlijk is het een heel mooi moment om eigenlijk jezelf op te laden, om eigenlijk weer met die gebeden eigenlijk te communiceren met God. And it would be an honor for me to also have a prayer in Dutch. Yes, we would love to say it. Yes? Yeah. Okay, that would be wonderful. I can say it also in Uzbek if it's necessary. Oh, wow. Uzbek is my own language. Would you like to read too? Yeah, of course. Okay. Yeah, sure. Wonderful. Because I'm just preparing the prayer service, so I know I have to calculate 2 more. Sure. Okay. Yeah. Excellent. Nou, mijn vriendin is ook een Baha'i. Ze komt uit Oezbekistan. Ik heb haar ontmoet op mijn studie. En ik wist niet dat zij een Baha'i was. Nou, ze is 2 jaar geleden naar Nederland toegekomen. Want haar vader was een mensenrechtenactivist uit Oezbekistan. En daarvoor moest ze gaan vluchten, want daar heb ik een dictator. En nu woont die Laura ook in Den Haag. En we zien elkaar elke dag. We studeren vaak samen. En we bidden vaak samen met elkaar. Dat is prachtig. En dus dat is heel fijn. Hé, hey, dit is Pim. Oh, Pim. Ik heb ook Arabische les. Mijn eerste motivatie is om de Baha'i-geschriften te lezen en hopelijk ooit later gebeden te kunnen zingen in het Arabisch. Want Baha'u'llah heeft dus, het oprichten van Baha'u'llah heeft dus het Baha'i-geloof geopenbaard in het Arabisch en in het Perzisch. Precies hetzelfde, maar beëindigd met vrouwelijke vorm Tamar Bouta hier. Dat is de vrouwelijke vorm. Okay. Hollanda. Een land is vrouwelijk hier, Hollanda. En ook mijn studie is dus rechten en één officiële taal van de Verenigde Naties is Arabisch. Dus dat kan ik meteen combineren met mijn eigen studie. En ook toevallig is er heel veel nu vraag naar Arabische mensen in Nederland. Dus dat komt heel goed uit. Dus wij schrijven dit zo, op die manier. Allah betekent, nou de vraag is God gelijk aan Allah of niet? Dat is het mooie van Frankfurt zelf vind ik dat dan de tempel straalt ook echt heel enorme rust uit. Een enorme, ook weer een eenheid. Het zijn 9 ingangen. Dus een tempel staat ook symbool voor dat iedereen welkom is. Maar niet uit welke religie je hebt of achtergrond of geen religie. Iedereen is welkom. En daar
kom ik ook even weer tot rust, even bidden tot God, waar het om draait. En dan voel je weer de liefde van God, voel ik dan persoonlijk en van Baha'u'llah. De vreugde, spiritueel in mij, ja, dat is een en al blijdschap. Ik kan het eigenlijk niet omschrijven. Het is voor mij de plek waar het, waar mijn ziel, mijn geest, mijn spiritualiteit, de liefde voor het geloof, ja, dat raakt in mij. Ik voel me hier gewoon thuis. Van 16, 17 jaar. Dat was echt een andere denkwijze. Dat je van heel veel stoeren, dat je echt heel veel van grappen maken. Vanavond is er een negentenaarsfeest. En dat is wel bijzonder, want in het Bahá'í-geloof heb je eigenlijk elke 19 dagen is er een feest. Het is een eenheidsfeest. Het staat eigenlijk symbool dat de gemeenschap weer samenkomt en ja, vreugde, een band schept. In Nederland heb je een aantal verschillende gemeenschappen, zoals Eindhoven, Veldhoven. En in elke gemeenschap waar meer dan 9 Baha'is zijn, kan er eigenlijk een feest worden gegeven. Welkom allemaal. Welkom op dit prachtige feest van heerschappij. Elke maand beginnen we met een deugd, een goddelijke eigenschap. En deze maand is dat heerschappij. Dit keer heb ik het programma verzorgd en ik wens jullie een hele fijne meditatie. O Son of Light, forget all save me and commune with my spirit. Bijgeloof omarmt iedereen, dus er zijn heel veel verschillende afkomsten, er zijn heel veel verschillende talen. Iedereen is welkom, op iedereen zijn eigen manier kan er een gebed worden gezegd. Vandaag heb je Perzisch, Noors, India, Engels, Frans, Nederlands natuurlijk. En misschien vergeet ik er nog wel één. Ik ben de jaar, rachsjesari, hozeer. We vieren geen andere feestdagen, anders zouden we fulltime bezig zijn. Omdat het Bahá'í-geloof echt een nieuwe religie is, is het ook echt aangeraden om, niet omdat we de feesten niet willen vieren, maar om juist te laten zien dat we echt een nieuwe religie zijn, vieren we onze eigen feesten. Ook aller holen vast, via Hans Buut. Gij zorgt voor allen, beschermt allen, en allen zijn ondergedompeld in de oceaan van uw genade. O Gij, liefdrijk Heer, verenig allen. Laat de godsdiensten eensgezind zijn. Maak de volkeren één. Ja, het brengt mij eigenlijk wel alles. De ene kant brengt me heel veel geluk, de ene kant ook een balans, de ene kant ook juist weer een realistische kijk op het leven. Het is eigenlijk altijd heel dubbel, het Bahá'í-geloof. Het is nooit het een of het ander, maar het is altijd voor mij en. Die de tekortkomingen van de gehele mensheid niet telt. Dankjewel voor de prachtige meditatie. Echt. Van zoveel verschillende gemeenschappen en zoveel verschillende talen. Persoonlijk echt een van de mooiste meditaties die ik ooit heb meegemaakt in mijn leven. Prachtig. En dankjewel daarvoor. Ik heb een boek gelezen. Ja. En daarna heb ik opnieuw gebeden gezet. Maar
En er kwamen eigenlijk een beetje tranen in. Ja, oh ja. Ik had geen t-shirt bij me, ja. En dan gelukkig Niels heeft dat gegeven. Oh. Hopelijk, mijn mascara is niet echt nee, gewoon. Bij mij gebeurde dat nee, ook. Nee, gelukkig. Ja. Oh, niets ja. Te zien. Mooi is dat. Gelukkig. Nee, ja. Ja, en daarna kwam eigenlijk de, dan word je blij ja. Eigenlijk. Ja. Dat je eigenlijk zoveel heeft geleerd. En ook God leer ik je. En ik vond me eigenlijk... Ja, ja. Fijn. Het is fijn dat je het zo kon ervaren nou, hè? Ja. Kon voelen. Ja. Ja. Zo fijn. Het Bahá'í-geloof is ook echt dat je jezelf leert kennen. Van wie ben ik? En waarom, wat doe ik op deze aarde? En wat is mijn doel in mijn leven? Oh ja, hier is hij. Hier is hij. Waar is een andere? Ja. Oké, okay. Nieuwe... Dit is een Light of Guidance. Ja. Hier zit alles in. Al antwoorden, alle adviezen staan hier in het boek. Dus als je een vraag hebt, dan nou, zoek je het op in de Light of Guidance. Kijk, dit is ook leuk natuurlijk, hè? Een Basic Baha'i Chronology. Het begint in 1753. The Bird of Sheikh Ahmad Azai. Daar begint het verhaal mee. Ah, interessant. Heel interessant. Heel, heel, heel erg blij mee. Yes, het is altijd goed om hier te komen. Ja. Ja. Niet heel mooi. Ik snap jou wel. Want wij zijn daar geweest. Ja. Een belangrijke plek voor het Bahá'í-geloof is Israël. En dan specifiek Haifa en Akka. Daar ligt eigenlijk Bahá'u'lláh begraven. Bahá'ís hebben de mogelijkheid, net als de islam, ook als het kan... Om op pelgrimsreis te gaan. Minimaal één keer in je leven. En ik ben vorig jaar met mijn moeder naartoe geweest. Toen zijn we met z'n tweeën naar Haifa gegaan. En dat was wel heel bijzonder. Want dan heb je 9 dagen langs. Treed je dan eigenlijk in de voetstappen van Bahá'u'lláh. En wat je allemaal leest in de boeken en verhalen... kom je dan heel erg direct tegen. Dus het is niet zomaar een sprookje, maar het is echt gebeurd allemaal. En dat is wel heel bijzonder. Met een boek heeft iemand dus allemaal foto's van Haifa. Tim is mijn broer, een broertje. Vroeger hadden we altijd heel veel ruzie, heel competitief. En langzamerhand zijn we eigenlijk echt vrienden geworden. Thy name is my healing, oh my God. And remembrance of thee is my remedy. Onze karaktereigenschappen zijn heel verschillend. Ikzelf ben, ook vaak gezegd door andere mensen, veel kalmer, veel rustiger. En Niels is heel erg energiek. Hij is meer introvert en ik ben meer wat extrovert. Toen hij Baha'i werd, wou hij eigenlijk aan niemand vertellen dat hij Baha'i was geworden. En ik vertel het aan iedereen. Ik doe ook wielrennen en dat vind ik heel mooi sport. Dan kan ik gewoon lekker even mezelf uiten. Ik denk het soms heel veel na en dan kan ik even gewoon niet meer nadenken en gewoon lekker fietsen. Elk geloof heeft een aantal regels wat een beetje een tegenstrijding is met een dagelijkse samenleving. Bekend is natuurlijk geen alcohol drinken, geen drugs, bijvoorbeeld geen seks voor het huwelijk. Eigenlijk wil je altijd als een waterpersoon leven. Je wil niet jezelf gaan verminderen. Het is vooral gebaseerd op je eigen bescherming. Of geen seks voor het huwelijk. Want we willen graag een relatie moet opgebouwd zijn op een emotionele connectie. En op dat je elkaar leert kennen. Ik denk gewoon die wetten wat Bahá'u'lláh heeft gegeven, zijn voor de verbetering van de wereld en ook voor mezelf. Ik had, je hebt natuurlijk een hele grote verantwoordelijkheid, tenminste voor jezelf dan. Want je legt jezelf wel een hoge lat op, zou ik zeggen. Maar als je het eenmaal weet, als je bent Bahá'í, dan weet je ook eigenlijk van, ja, ik kan ook eigenlijk niet al die dingen maar aan de kant zetten. Want dan weet je eigenlijk van, ja, dan... Ja, verlaag jezelf bij spreken en dan doe je niet eer aan jezelf en waarom je hier op aarde bent. Het is voor mijn gevoel heel, heel erg verrijkend. Want ik kan me niet voorstellen een leven zonder Bahá'í eigenlijk. Want geloof brengt me heel veel eigenlijk zekerheid. En het Bahá'í geloof geeft me uitleg van wat we hier doen. We willen eigenlijk onszelf ontwikkelen. We willen onszelf graag geestelijk ontwikkelen. Intellectueel ontwikkelen. En we willen graag ook uiteindelijk voor de wereld vrede.
En dat is eigenlijk, die zekerheid geeft me heel veel eigenlijk gewoon geloof erin. Verherrlicht sei dein Name, o Herr mein Gott. Ich flehe dich an bei deiner Macht, die alles Erschaffene umfasst. Ich wünsche Gemeinschaft mit dir. Du aber hast kein Vertrauen zu mir. Baha'u'llah. Ik word heel gelukkig van, inderdaad, ja. Ik kan niet, eigenlijk niet weten hoe het is zonder Baha'i geloof. Van waar zou ik staan? Dus ik ben blij dat ik mijn ouders het hebben gegeven. En ook dankzij God heb ik het ook heel prachtig leren kennen dan. Sen qudratli va kuchlisan. O Heer, laat deze jonge mens stralen en geef dit behoeftige schepsel uw mandadigheid. Schenk hem kennis. Geef hem nieuwe kracht bij het aanbreken van iedere dag. Neem hem in bescherming en waak over hem. Abai's eigen geloven is dat als het slecht gaat met de wereld, dan komt er een nieuwe religie. Gij zijt de machtige en de krachtige. En wij geloven ook dat het Bahá'í geloof nu op dit moment eigenlijk een medicijn is voor de wereld. Het klinkt inderdaad soms als een utopie. Heel veel mensen zeggen dat ook en denken dat ook. En soms denk ik het zelf ook, dat is eigenlijk te goed om waar te zijn. Maar als je dan alles leest en alles ziet, dan is het eigenlijk alleen maar logisch.